Goedenavond allemaal, welkom in het Alzheimer Café Waalwijk. Het Alzheimer Café is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, een afdeling Midden-Brabant met als kernpartners Thebe, Meizo en de gemeente Waalwijk. Het is al een hele tijd geleden dat we live het Alzheimer Café hebben gedaan, dus we zijn eigenlijk blij dat we weer mogen starten. Vorige maand een valse start vanwege een corona-uitbraak hier op Antoniushof. Maar nou mogen we weer. Dus welkom allemaal. Het is een trefpunt voor mensen met Alzheimer, hun mantelzorgers en zeer zeker ook professionals. Welkom allemaal. De avond wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers en de muzikant. Mochten er zich calamiteiten voordoen, dan volgen wij de instructies van onze vrijwilligers op. Vandaag hebben we notaris Antoine van Grinsven op bezoek. Welkom. Van DGF notarissen in Kaatsheuvel. Ja, dat klopt. Ja. Vaak is het zo, Antoine, we hebben afgesproken elkaar je, jij en de voornaam te noemen. Heel graag. Dat iemand bij de huisarts is geweest of bij de geriater. En dan zeggen ze van nou, misschien moeten jullie ook maar eens een bezoek gaan brengen aan de notaris. Ja. En dan denken mensen, oh jee, en nou? Ja, wat moet ik daar doen? Wat moeten we daar gaan doen? Ja. Heel veel. Ja. En daar gaan we het vanavond over hebben. Ja, precies. Ja. Precies. En dan komt al heel snel het woord wilsbekwaam en wilsonbekwaam naar boven. Ja. En wat houdt dat in? Ja, daar draait het eigenlijk om. Kijk, iemand is wilsbekwaam op het moment dat hij weet wat de gevolgen zijn van een beslissing. Dus je kan beslissing nemen, verkoop ik mijn huis, verkoop ik niet mijn huis. Of als ik een behandeling moet laten doen, kan ik die doen of kan ik die niet doen. En op het moment dat ik weet wat dan de gevolgen daarvan zijn, dus dat ik me dat realiseer, dan ben ik wils bekwaam. En op het moment dat ik die keuzes niet meer kan maken of de gevolgen niet kan overzien, ja, dan ben ik dus wils onbekwaam. Oké, maar wie bepaalt dat dan? Ja, in eerste instantie als mensen bij ons komen, dus op het moment dat ze bij vaak eens met een dementieconsulente die vaak aan huis komt en die zegt van goh, zeker mensen met een eigen huis, van goh, gaan een keer praten bij een notaris, dan is het in eerste instantie aan ons als notaris om te beoordelen of iemand wils bekwaam is of wils onbekwaam. Wij noemen dat dan handelingsbekwaam en handelingsonbekwaam, dat is eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat wij twijfelen, en ja, wij moeten daar ook heel voorzichtig in zijn, want mensen kunnen vaak het heel positief brengen. En dan meestal na een half uurtje zakt dat dan toch terug en dan denk ik, hey, verdorie, gaat dit wel goed? Op het moment dat wij twijfelen, dan vragen wij om een verklaring van een onafhankelijke arts. En die dan verklaart of iemand nog voldoende handelingsbekwaam is om een handtekening te zetten onder de akte en dus weet wat er in die akte staat. Oké, dus op het moment dat jij twijfelt, dan kun jij een onafhankelijk arts inschakelen. Ja, kijk, want heel veel mensen denken, als de diagnose van Alzheimer of welke handelingsonbekwaamheid ook wordt gesteld, dan denken vaak mensen, nu kan er helemaal niets mee. Nou, dat is zeker niet het geval, want in het beginstadium ben ik 9 van de 10 keer echt nog wel handelingsbekwaam om zaken te regelen. Ja. Alleen ben ik op een gegeven moment echt, naarmate ik verder in het proces kom, is de kans natuurlijk groot dat wij ook als notarissen gaan twijfelen van maar lukt dit nog wel? Ja. Is iemand nog wel voldoende handelingsbekwaam? Ja. En sommige mensen zeggen ook van het is een kwestie van handtekening zetten, maar zo werkt het natuurlijk niet. Wij moeten echt als notarissen ons overtuigen dat iemand weet wat hij tekent en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, precies. Want iemand met het beginstadium van Alzheimer, die mag ook nog auto rijden. Ja, precies. Dus dan is er in principe nog helemaal niets aan de hand. Nee, precies. Nee. En op het moment dat je het op een duidelijke en eenvoudige manier uitlegt, dan kun je best nog vaak duidelijk aangeven, dit staat in de akte, en dan weten mensen echt nog wel wat de gevolgen van zo'n akte zijn. Ja, en als je dan een onafhankelijke arts nodig hebt, zijn daar dan kosten aan verbonden? Ja, meestal tegenwoordig maken we heel veel gebruik van de specialist oudergeneeskunde. Mm-hmm. En dat loopt dan via de huisarts. Oké. En dan heb ik begrepen dat dat via de zorgverzekering loopt, die kosten. Heb ik pas geleden op een andere lezing gehoord. Ja, dat klopt. En anders dan kunnen we via, je hebt ook onafhankelijke bureaus. Je hebt Trompetter en Partners. Goed, die vragen echt geld voor zo'n verklaring. Terwijl de specialist oudergeneeskunde, dan zit het in het zorgverzekeringspakket. Ja, nou dat is op zich een mooie. Soms ook als van de geriater, maar dat verschilt. Hè. Sommige geriaters doen het wel, sommige geriaters doen het niet. Ja, dat klopt. Moet ook een onafhankelijk iemand zijn. Hè? Ja, zeker, zeker. Dan wordt het woord mentorschap komt dan ook nog wel eens naar boven. Ja, dat is op het moment dat wij als notarissen zijn, goed, wij kunnen niets meer voor de cliënt betekenen. Dus op het moment dat iemand handelings
voor ons dan handelingsonbekwaam is. Hè? Dus dat we het levenstestament, daar komen we daar ook op terug, maar het levenstestament niet meer kunnen maken. En ja, dan zullen mensen de gang naar de rechtbank moeten maken. En dan krijg je inderdaad een mentorschap of een bewindvoering of een ondercuratelenstelling. En een mentorschap is dan iemand die de beslissing neemt op persoonlijk gebied. Dus voor de verzorging en de beslissing van medische zorg. Dat doet met name een mentor. Ja, maar dat kan ook iemand van de familie zijn. Kan ook iemand van de familie zijn, ja. Ja. Ja, meestal is het eigenlijk iemand van de familie. Hè? Ja, ja. Ja. Zijn er dan ook dingetjes, bijvoorbeeld iemand die niet goed meer met geld om kan gaan? Mm-hmm. Hoe kunnen we dan iets gaan regelen? Ja, dat is altijd een hele lastige, want ook bij een bewindvoering. Een bewindvoerder is iemand die je vermogen beheert. Maar zolang je sprake is van een bewindvoerder en ook bij een levenstestament, dan ben je zelf nog steeds bevoegd om handelingen te verrichten. Dus waar heel veel, met name vaak kinderen tegenaan lopen, die zeggen, ja, pa of ma is handelings, of dan is iets vergeten achter, die sluit contract af, die koopt een panelset, terwijl we het helemaal niet meer nodig hebben. Ja, dat kun je daar niet mee voorkomen. Dat kun je alleen voorkomen als je iemand onder curatele stelt. Ja. Want als je onder curatele stelt, bent gesteld, dan kun je zelf de zaken niet meer regelen. Dan ben je zelf handelingsonbekwaam. Ja, want we komen ook tegenwoordig wel eens tegen dat mensen heel veel online kopen. Ja, dat kun je dus niet helemaal voorkomen. Ja, ja, ja. Dat klopt. Ook al ben ik dan bewindvoerder of ook met mijn levenstestament. Ja, degene die het betreft, die kan zelf ook nog steeds zaken regelen. Ja, ja. Kan dat dan nog teruggedraaid worden? Ja, je kunt dan vaak proberen om met een verklaring van de arts dat iemand handelingsonbekwaam is, kun je proberen om naar die partij toe te gaan en te zeggen van kijk, er is echt sprake van handelingsonbekwaamheid, maar ja, dat in principe niet. Nee. Want ja, je bent in principe nog. Ja, en als iemand bij een pinautomaat staat en daar pint en dat lukt niet en dat blijft niet lukken. Kan daar de bank nog iets in betekenen? Ja, ook niet. Hè? Want in principe, zolang die pas nog werkt en ik kan nog pinnen, ja, dan als ik mijn pincode nog kan onthouden, ben ik een steek bevoegd om die pintransactie te doen. Ja. Er is vaak een en-of rekening bij mensen. Ja. En wat houdt dat in? Ja, een en-of rekening is een rekening die vaak, met name bij echtparen, dus dat man en vrouw die hebben een en-of rekening. Dus dat betekent dat ieder afzonderlijk over die bankrekening kan beschikken. Soms zien we het ook bij een ouder en een kind. Mm-hmm. Dus dat is dan de langslevende ouder samen met een van de kinderen hebben en of. En dat betekent dat je dan als kind ook aan die bankrekening kunt naast de ouder. Dus daar kun je er allebei over beschikken. Je bent er zelf geen voorstander van, want je ziet bijvoorbeeld in je belastingaangifte als kind zijnde zie je dan ook de bankrekening van je vader of je moeder terug. Mm-hmm. Dan kun je dan weer rechtzetten, maar in principe gaat de belasting vanuit dat je voor de helft recht hebt op dat saldo, terwijl je helemaal niet geen recht hebt op dat saldo, want het saldo blijft van degene die dat geld er heeft op heeft gestort. Ja. Dus op het moment dat wij een en-of hebben, jij stort er geld op, wordt het niet mijn geld. Ik kan er wel mee betalen, want ik mag op grond van die en-of er wel over beschikken, maar het is niet mijn geld. Nee, dus jij ziet dat eigenlijk als een nadeel. Ja, ik vind het een nadeel. Ik vind ook dat als het bijvoorbeeld bij het kind misgaat, en er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd, dan legt een schuldeiser ook beslag op die en-of rekening, terwijl die en-of rekening dan eigenlijk van moeder is. Of in het kader van de scheiding, dan zie je vaak dat dan de aanhanger zegt, ja, maar ik wil ook de helft van die rekening, want het is en of, nee, niet doen. Dus ik vind het altijd belangrijk, zet gewoon de rekening op naam van de ouder, dan kun je met een volmacht, kun je dat perfect regelen dat je als kind aan het geld kunt. En of is alleen maar verwarrend. Ja, dat was inderdaad de volgende vraag. Ja. Want wat betekent het dan als je een kind machtigt? Ja, het is een machtiging, dus dan machtig een kind, dus dan geef je in feite een kind de bevoegdheid om ook over die bankrekening te beschikken. Kijk, en zo'n machtiging, dat kan via de bank. In feite geeft een bank dan een volmacht af, die teken je bij de bank. Alleen wat heel weinig mensen weten, waar het dus ook vaak op misgaat, is dat die machtiging wordt ingetrokken op het moment dat een bank weet dat er sprake is van handelingsonbekwaamheid. Dus heel veel mensen die regelen dat eigenlijk, want als ze denken, nou, als zo'n vader of moeder het niet meer weet, dan kan ik met die machtiging kan ik over de rekening beschikken. Maar zeker bijvoorbeeld een rouwbank, die houdt dat heel goed in de gaten. Dus op het moment dat zij weten van, hé, de ouder is handelingsonbekwaam, stopt die volmacht. Kijk, en dan heb ik dus mijn levenstestament nodig, want in het levenstestament geef ik ook een volmacht. Alleen die volmacht die loopt door op het moment dat sprake is van handelingsonbekwaamheid. Ja, en wat regel je dan precies met een volmacht? Ja, met die volmacht, kijk, als je een volmacht hebt met de bank, dan kun je alleen over de bank toegoeden beschikken. Ja. Kijk, een volmacht in een levenstestament, dan mag ik in feite alles doen. Dus ik mag betalingen doen, ik mag het huis verkopen, ik mag verzekeringen opzeggen, ik mag schenkingen doen. In feite geef je in een levenstestament geef je een kind de volmacht om alle handelingen
die je zelf kunt verrichten, die geef je dan in feite uit handen aan degene aan wie je de volmacht geeft. Ja, en zou dat een goed iets kunnen zijn bij iemand met dementie? Een volmacht? Met name, want kijk, waar heel veel kinderen tegenaan lopen, en ook al als partner, want dat weten weinig mensen, maar op het moment dat je als echtpaar een van de twee raakt handelingsonbekwaam, dus stel een van de twee wordt hier opgenomen in de Antonieshof, en je denkt als partner, oh, het huis wordt me niet te groot, ik wil graag het huis verkopen, want ik wil gewoon kleiner gaan wonen. Op het moment dat we samen eigenaar zijn van het huis, of we wonen daar samen, dan kan ik mijn huis niet verkopen zonder toestemming van de partner. Mm-hmm. En op het moment dat mijn vrouw handelingsonbekwaam is, die zit hier in de Antonieshof, dan krijg ik het huis niet verkocht. Dus op het moment dat ik dan kleiner wil gaan wonen, maar ze is handelingsonbekwaam, zal ik naar de rechter toe moeten voor een bewindvoering om dat huis te kunnen verkopen. Nou, als ik mijn levenstestament heb, regel ik dat gewoon zelf. Dan regel je het van tevoren? Van tevoren, op het moment dat ik nog handelingsbekwaam ben. Dus bij een levenstestament is het heel belangrijk om er op tijd bij te zijn. Ja. Hoe eerder, hoe beter. En je zegt dan, moet dat via de rechter? Via de rechter, ja. Als het dan via de rechter gaat, hoe lang duurt zoiets? Ja, de procedure bij de rechtbank is op dit moment 6 tot 9 maanden. Oké. Okay. Dus kun je je voorstellen, dus dan zit iemand in de zorginstelling, je wil als partner het huis verkopen. Nou, deze tijd is best spannend. Je weet niet hoe het over een maand de wereld eruit ziet. Je wil vaak snel het huis in de verkoop zetten. Dan kun je bij een bewindvoering kun je dat vergeten. En wat bij een bewindvoering ook altijd heel onhandig is, op het moment dat dan het huis verkocht is, dan wordt die opbrengst, die wordt gesplitst. Dus dan gaat de helft naar de een en de helft naar de ander. Maar als ik dan mijn huis heb verkocht voor bijvoorbeeld 300.000 euro, dan gaat er dus 150.000 euro naar de man, 150.000 euro naar de vrouw. Op het moment dat ik dan een huis wil kopen van 2,5 ton, kom ik dus 100.000 euro tekort, want ik mag niet aan het geld van mijn partner. Ja, en je bedoelt dan gaat het geld voor de helft naar de partner die in een zorginstelling zit. Ja. Terwijl heel veel mensen dan zeggen, ja, maar we zijn in gemeenschap voor goed getrouwd, het is toch geld van ons samen, we hebben samen voor gewerkt. Ja, ik mag daar niet aan, want dat geld, en op zich is dat loos, want de rechter zegt, nee, dat geld is dan voor degene die in die zorginstelling zit. En ik mag er alleen maar aan voor uitgaves voor die partner. Ja, dus het is gewoon eigenlijk heel slim om op tijd... Zeker met een eigen huis. Met een levenstestament zorg je ervoor dat je gewoon vrijheid van handelen hebt op het moment dat een van de partners niet meer weet, of als je het allebei niet meer weet, dat je dan een volmacht geeft aan een van de kinderen. Dat kan in één akte beschreven worden. Ja, dat moet je juist doen. Want in principe geef je vaak in eerste instantie volmacht aan elkaar. Ja. Goed, als een van de twee al handelingsonbekwaam is, dan geef je die volmacht niet meer aan elkaar. En vaak zeggen dan ouders, dan geven we een volmacht aan een van de kinderen. Oké. Okay. Dan heb ik het liefst altijd één gevolmachtig. Alleen heb je meer kinderen, dan vinden ouders het vaak lastig. Ja, wie moet ik dan kiezen? Alleen je kunt het dan wel zo regelen dat de een de volmacht krijgt en de ander toezichthouder wordt, zodat de kinderen wel elkaar kunnen controleren, dat ze weten wat er met het vermogen gebeurt, maar dat je dan wel één aanspreekpunt hebt. Want als je twee gevolmachtig hebt en je gaat naar een bank toe, het is wat de bank zegt, ik kan jullie namen niet kwijt. Dus het is altijd heel belangrijk, één gevolmachtig toezichthouder. Ja, en je hoort ook wel eens dat een van de kinderen over de gezondheid kan beslissen. Mm-hmm. En de andere over de geldzaken. Die onderverdeling zie je ook vaak. Vaak zie je 9 van de 10 keer als je een zoon en een dochter hebt, zie je altijd de zoon financiën, dochter medisch. Ja. Oké. Okay, de klassieke verdeling. Ja. Oké, okay, ja. Dat is heel grappig. En dan is het op zich voor ouders ook wel makkelijker uit te leggen. Want als je dat twee kinderen hebt, die vinden het toch vaak lastig om die keuze te maken. Dan kun je zeggen, nou de een doet het een. En de ander doet het anders, dus dan verdeel je ook de taken. Ja, en je had het net over van je moet verantwoording afleggen van wat je doet. En wat bedoel je daar dan mee? Ja, kijk, als je bij een bewindvoering, dus dan leg je verantwoording af aan de rechtbank. Hè, dus de rechter, dan moet je 1 keer per jaar voor 1 april van het jaar erop moet je verantwoording afleggen. Dan laat je zien, dit had ik op 1 januari, dit had ik op 31 december als saldo. En dan moet je aangeven waar je de gelden aan besteed hebt. Heb je een levenstestament, dan kun je opnemen dat je zegt, goed, als mijn zoon dan de volmacht heeft, dan verplichten wij hem om 1 keer per jaar met onze andere kinderen om tafel te gaan zitten en zeggen, kijk, dit zijn de uitgaven. Zij hebben dan gewoon inzage in de financiën. Noem zelf altijd de toezichtshouders zijn eigenlijk de kascontrolecommissie. Ja, precies. Dus die moeten gewoon controleren. Ja. En dat schept ook rust tussen de kinderen onderling, want dan weten de andere kinderen ook gewoon wat er gebeurt. Ja, kijk, je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, nou goed, degene die de volmacht heeft mag alle zaken regelen, maar bijvoorbeeld verkoop van het huis, dan willen wij dat ze dat pas doen als ze allemaal daarmee akkoord gaan. Want dat kan ook. Dus je kunt ook zeggen, wij willen op het moment dat het huis wordt verkocht, moeten onze gevolmachten overleggen met de toezichthouders. Dan moeten de toezichthouders toestemming geven. Dat kan ook.
Ja, en dan hebben we het over bewindvoering gehad, over mentorschap. Is het verstandig om dat tegelijk aan te vragen? Ja, als er sprake is dus van handelingsonbekwaamheid, dan is het vaak wel belangrijk om het allebei te doen. Want op het moment dat je bewindvoering ziet alleen over het beschikken van goederen, dus zeg maar de financiële kant. Ja. Ja, op het moment dat ik handelingsonbekwaam ben, zal ik ook beslissingen moeten nemen op medisch gebied. En daar heb ik dan mijn mentorschap. Dus daar wordt onderscheid in gemaakt. Ja, bij de rechtbank wel. Maar goed, dat kan ook weer dezelfde persoon zijn. En vaak is het ook dezelfde persoon. Ja. Dat kunnen ook twee verschillende mensen zijn. Ja. En dan leg ik dat allemaal vast. Zijn daar kosten aan verbonden? Ja, bij de rechtbank moet je dan griffierechten betalen. Oké. Dat loopt dan via de rechtbank. Ja. 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 En als er curatele sprake is van curatele? Ja, dan heb je eigenlijk het zowel mentorschap als onder bewindstelling. Dus onder curatele zijn ze de meest vergaande variant. Want dan dan loopt het ook via de rechtbank. Heb je ook een advocaat nodig. Wordt ook gepubliceerd in een dagblad. Dus dat is een stuk heftiger. En dat komt ook omdat iemand dan echt handelingsonbekwaam is. Ja, precies. En hoe ga je daar dan aanvragen? Ja, via een advocaat. Via de advocaat. Kijk, en dan moet de rechter uiteindelijk vaststellen of iemand handelingsonbekwaam is. Maar je ziet vaak bij mensen met dementie en dergelijke, zie je eigenlijk zelden een onder-curatele stelling. Vaak de combinatie bewindvoering, mentorschap. Omdat een bewindvoering kun je gewoon als familie of als kinderen gewoon zelf aanvragen. Ja, precies. Moet je de rest van de familie wel mee instemmen. Maar dat loopt, dat is eigenlijk een makkelijke procedure dan wanneer het om een onder-curatele stelling gaat. Ja. Of we daar voorbeelden van kunnen noemen of iemand onder curatele komt te staan. Maar goed, daar hebben we net eigenlijk al een beetje. Vaak zie je bij drankverslaving. Of iemand heeft bijvoorbeeld syndroom van Down. Ja. Dan zie je vaak dat soort. Ja, dat is dan dat soort net ziektebeelden. Dan zie je vaak, inderdaad met alcoholverslaving zie je ook vaak dat deze zegt, wij willen gewoon niet het risico lopen dat iemand nog zelf handelingen kan verrichten. Ja, dan heb je vaak die onder curatele stelling. Ja, dat is dan net een andere doelgroep dan waar wij hier nu voor zitten. Ja, volgens mij is met name als je zo kijkt met mensen met dementie, dan is het vaak of de combinatie bewindvoering, mentorschap. En als we op tijd zijn, is momenteel, sluit heel veel mensen een levenstestament af. Omdat ze zeggen, wij willen heel die gang naar de rechtbank niet maken. We hebben geen zin om verantwoording af te leggen aan de rechtbank. Dat regelen wij als gezin, regelen we gewoon zelf. Ja, en dan alle hulpverleners, die weten dat. Dus die komen ook bij de mensen thuis. En dan zeggen ze van, het zou verstandig zijn om eens naar een notaris te gaan. Ze komen bij jou en ze zeggen van, wij hebben ons ingelezen, we zijn voorgelegd en we komen voor een levenstestament. Ja. En dan ga jij met ze in gesprek. Ja, dus ik ga dan kijken wat dan de wensen zijn van de cliënt. En dus we gaan kijken wie moet dan de volmacht krijgen. Willen we dan die toezichthouders? Hoe gaan we de verdeling maken tussen de kinderen onderling? Hebben we wel contact met alle kinderen? Dat is tegenwoordig ook lang niet altijd het geval. Dus dat we zeggen, goed, die kinderen moeten regelen. We hebben er ook eentje bij waar geen contact meer is. Goed, die hoef je dan dus niet in je levenstestament te benoemen. Die kun je dan als het ware gewoon overslaan, omdat je als ouder dan de route bepaalt. Ja. Kijk, en je kunt dan ook, want dat is vaak ook een belangrijke, dat ouders zeggen, maar stel, we worden opgenomen in een zorginstelling. Nou goed, zeker mensen met een eigen huis maken zich dan zorgen, eet ik dan mijn eigen huis niet op als ik hier in een zorginstelling zit? Nou goed, daar heb je mogelijkheden voor om een stuk te gaan schenken aan de kinderen. Nou goed, met het levenstestament kun je ervoor zorgen dat het vermogen op tijd weggeschonken is, zodat we het niet opeten in het verzorgingshuis. Ja. En daar kun jij ze dan in begeleiden? Ja, wat ik dan altijd heel belangrijk vind, want schenken is altijd heel lastig. Want zeker met meerdere kinderen die allemaal niet evenveel kinderen hebben. Want je kunt schenken aan kinderen en je kunt schenken aan kleinkinderen. Op het moment dat één kind 3 kinderen heeft en de andere heeft 0. En ik wil die kleinkinderen bij betrekken, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga ik dat dan doen? Want als ik eerst die kleinkinderen schenk, wat ik overhoud, deel ik door 2 aan mijn 2 kinderen. Ja, dan kun je aan de ene kant zeggen ik heb 3 kleinkinderen, als ze toevallig van 1 zijn, dan kan ik niks aan doen. Maar je kunt ook zeggen, als ik dan die ene tak en het kind geef en die kleinkind, dan vind ik dat die te veel krijgt ten opzichte van het andere kind zonder kinderen. En die keuze kun je dus ook maken in je levenstestament. Wat vind je dan eerlijk? Ja. Vaak is dan heel grappig dat je ziet dat oma vaak zegt, het mag van de grote hoop af en dan delen we de 2. En 9 van de 10 keer zegt opa, nee, dat vind ik niet eerlijk. Je moet gewoon delen door 2 en de kinderen moeten het zelf maar bepalen. Ja. En iemand, een echtpaar komt bij jou,
dan ga je eerst voorlichting geven en ja, dan komen ze daarna nog een keer terug. Ja, kijk wat we dan doen. We gaan eerst het gesprek in en we overleggen goed wat zijn de wensen, wat zijn de gedachten, hoe is de situatie. We hebben een eigen huis, zit er een hypotheek op, hoeveel spaargeld hebben. Dus dat inventariseren we. En goed, dan daarvan aan de hand van het gesprek maken we een concept. Dat krijgen mensen thuis toegestuurd. En bij het tweede gesprek nemen we nog een keer die akte helemaal door. Want ja, veel van mensen is die akte toch gewoon moeilijk te lezen. Dus we leggen dat dan in normaal Nederlands nog een keer goed uit. Mm-hmm. En als ze dan met de inhoud akkoord gaan, dan tekenen we de stukken. Ja, want het is zo natuurlijk waar we de doelgroep waar we het over hebben. Daar is waarschijnlijk één partner van die dementie heeft. Ja. Die begrijpt het misschien helemaal niet, hetgene wat in de akte staat. Dus daar heb je misschien meer tijd voor nodig. Ja, kijk, wat belangrijk is, kijk, iemand moet nog wel handelingsbekwaam zijn. Ja. Daar draait het om. Hè? Ja. Dus op het moment dat er sprake is, geen sprake meer is van handelingsbekwaamheid, dus handelingsonbekwaamheid, ja, dan houdt het voor die persoon gewoon op. Maar zolang iemand nog weet wat de gevolgen zijn, dan kunnen wij gewoon in alle rust en in gewoon normaal Nederlands, zoals wij hier ook gewoon zitten, kunnen wij dat gewoon perfect uitleggen. Ja. Ik heb met iemand, er zijn heel veel mensen, de meeste mensen, als mensen eerlijk zijn, de meeste mensen, ja, die snappen maar de helft van wat in de akte staat. Maar goed, het is onze taak als notaris om dat juist op een hele duidelijke manier gewoon uit te leggen. Ja, precies. En aandacht aan besteden. En de laatste jaren, want het is nu een paar jaar geleden dat je bij ons in het café bent geweest, zijn er nog dingen veranderd? Nee, dat niet. Je ziet alleen wel dat het levenstestament heel erg in opkomst is. Oké. Okay. Ja. Kijk, wat je, maar goed, dat heeft niet zoveel te maken met het levenstestament. Je ziet met name de mogelijkheden om te schenken. En die gaan weer echt heel erg drastisch veranderen. Je had nu een hele mooie regeling dat als ouders huis verkocht hadden, dan kon je mooi die 100.000 euro, die ton, belastingvrij schenken, zoals ze noemen de jubelton. Nou goed, de overheid heeft besloten dat die er per 1 januari 2024 helemaal vanaf gaat. Hij wordt volgend jaar wordt hij al minder. Dan gaat hij terug naar 27.000. Dus ja, je hebt nu al mensen die een beetje in paniek raken van, oh, we moeten nog een huis zoeken voor ons kind. Want anders kunnen we die jubelton niet meer kwijt. Ja, goed, de vraag is dat een probleem? Maar goed, ja, mensen willen toch gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Ja. Dus je ziet op het moment veel mensen die komen voor een levensstijl. Ja, heel veel. Maar dat is echt al de laatste paar jaar. En dat komt ook omdat heel veel mensen, iedereen kent wel iemand in zijn omgeving, een buurvrouw of een familielid, die gedwongen in een huis moet blijven zitten, omdat de partner is opgenomen in de zorginstelling. En in feite dat huis niet meer verkocht kan worden zonder tussenkomst van de rechter. Ja. En heel veel mensen zitten gewoon op die bewindvoering, op die rechter, gewoon helemaal niet te wachten. Nee. En ja, dan zijn we dus eigenlijk te laat. En dat is ook het jammeren. En dat is ook het fijne van dit soort bijeenkomsten. En we geven zelf ook lezingen. Dat mensen zich van overtuigd moeten zijn om dat gewoon op tijd te regelen. Want ja, hoe langer we wachten, hoe groter de kans dat we te laat zijn. Ja. En daarom vind ik het altijd fijn. We hebben best veel contact met dementieconsulenten. Dus ja, die zitten aan het begin van een traject aan tafel. Ja, dat is ideaal. Dan is het voor de mensen ook gewoon op tijd en goed geregeld. Ja, dat is zeker waar. En vaak is dan ook de vraag van, ja, stel ik heb een huurhuis en ik heb alleen een betaalrekening. Ja, moet ik dat dan regelen? Nou goed, dan kun je aan de ene kant zeggen, goed, ja, als die belangen heel erg klein zijn. En ja, dan kun je ook zeggen, goed, dan laat ik het via de rechtbank lopen. Alleen dan ben ik wel constant afhankelijk van de rechtbank. Nou. Dus ja, in principe liever niet. En als iemand nou helemaal niks regelt? Ja, dan loopt het via de rechtbank. Ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Ja, precies. Uiteindelijk. Ja. En sommige mensen lossen dat nog met die en-of-rekening. Hè. Dus dan zeggen, oh, dan doen we de en-of-rekening met een van de kinderen. Ja, dan loopt het door. Juridisch gezien klopt het natuurlijk niet, want in principe heb ik ook iemand nodig die beslissing neemt op medisch gebied. Ja, precies. Dus vaak zie je ook dat de zorginstelling op een gegeven moment gewoon zegt, ja, er moet gewoon echt een wettelijk vertegenwoordiger zijn. Ja, dus een zorginstelling kan dat ook bepalen. Ja, dat merk ik ook steeds vaker die gewoon zeggen, ja, wie is de mentor, wie is de bewindvoerder? Met name de mentor is dan natuurlijk voor de zorginstelling heel belangrijk. Ja, en dat is dus voor degene die niks geregeld hebben en die op dat moment als ze in een zorginstelling komen alleen zijn. Ja. Kijk, en vaak zo, wat met name vaak ook lastig is, mensen die een echtpaar bijvoorbeeld zonder kinderen of iemand die ongehuwd is. Ja, dan is het best lastig om iemand daarvoor te vinden. Ja, want wie geeft dan dat vertrouwen om namens mij die zaken allemaal te regelen? En je vraagt ook nogal wat. Hè. Kijk, als ik niet getrouwd ben en ik heb wel een nichtje met wie ik goed contact heb. Ja, je vraagt nogal wat om te zeggen, wil jij voor mij zorgen als ik het dadelijk niet meer kan? Ja, dat is best zo. Wel wat. Dus dan zie je ook. Dat er, je hebt dan partijen in de markt, professionele bewindvoerders die dan die taken op zich nemen. En je hebt ook stichtingen die dat mentorschap op zich nemen. Dat mensen dan zeggen ook, ik heb pas leuk een echtpaar zonder kinderen. Die zeggen, ja, wij kunnen niet van ons nichtje verlangen dat zij dat voor ons allemaal gaat doen. Dat willen we gewoon, dat durven niet eens te vragen. Dat vinden we gewoon te veel gevraagd. Dan kun je inderdaad met zo'n stichting kun je dat dan
inschakelen. Ja, en iemand die alleen is, nooit geen kinderen heeft gehad, kan die wel een nicht of een neef meenemen voor een levenstestament? Ja goed, je mag, kijk wat heel belangrijk is, wij moeten ook als notarissen altijd ons van overtuigen dat iemand niet onder druk wordt gezet om die persoon te kiezen. Dus wij moeten, kijk vaak komen mensen het eerste gesprek, altijd komt iemand mee, want ja, de drempel om ons toe te gaan is best spannend en het is ja, sowieso al wat om naar notaris toe te gaan nog steeds. Maar dat tweede gesprek voeren we altijd alleen met de persoon om wie het gaat. Want ik moet me als notaris voor overtuigen. Kijk, want als op het moment dat ik iemand heb en het nichtje zit erbij, dan durft die persoon niet te zeggen, ja, eigenlijk mag ik dat nichtje niet, want ja, ze zit er wel bij. Dus dat tweede gesprek moet ik zeker weten van, goh, wilt u echt dat dat nichtje die volmacht krijgt? En als er nichtje bij zit, ja, dan zeg je niet maar van, ja, nee, ik vind eigenlijk helemaal niks. Dus daar moet altijd één gesprek echt alleen met de persoon die, om wie het gaat. Dus er wordt eigenlijk ook een beetje getoetst nog. Ja, dat moet, ja, want dat, je moet niet hebben dat iemand gedwongen wordt om iemand aan te wijzen terwijl dit dat eigenlijk helemaal niet wil. Nee, en dat nichtje moet dan verantwoording afleggen. Ja, dat ligt dan ook eraan. Hè. Kijk, dus in sommige situaties dan geven dat nichtje de volmacht. En dan ter bescherming ook van het nichtje benoemen dan bijvoorbeeld een ander familielid tot toezichthouders. Dat ze uiteindelijk wel een stukje controle heeft. En achteraf ook altijd kan zeggen van, kijk, ik ben gecontroleerd door die en die. Maar als iemand zegt, nee, mijn nichtje moet dat gewoon doen, ik heb daar het volste vertrouwen in. En ze hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, dat kan ook. Ja. Loopt het via de rechtbank en heb ik dus een bewindvoering, dan moet het via de rechtbank wel verantwoording afleggen. Ja, precies, precies. Dus als iemand gewoon de volste vertrouwen heeft en een familielid, dan is het gewoon zoals het is. Ja, vaak vind ik het voor het nichtje zelf fijner als er iemand nog meekijkt. Want het is ook dan weer een hele verantwoordelijkheid om die zaken te moeten regelen. Want ja, uiteindelijk draag je wel de verantwoordelijkheid voor het vermogen van iemand anders. Ja, precies. Maar goed, daar... Maar daar hebben we het dan over in ons gesprek, van hoe kijkt iemand daar tegenaan? Ja, daar draag jij ook de verantwoordelijkheid voor om dat kenbaar te maken. Ja, je kunt ook zeggen, goed, want één nichtje is ook maar één. Hè, dus je kunt ook zeggen, goed, doen we eerst het ene nichtje. Stel dat het nichtje eerder wegvalt, bijvoorbeeld, dan de oom. Dat je dan zegt, nou, dan nog iemand anders een reservegevolmacht. Dat heb je ook vaak. Ja. Want jij, naarmate mensen ouder worden, zie je met kinderen ook... dat kinderen eerder wegvallen dan de ouders. Dan is het heel fijn als ik in mijn levenstestament al een opvolger heb benoemd. Ja, dus in dat levenstestament maakt niet uit of je het linksom of rechtsom wil regelen. Ja. Eigenlijk, als het allemaal beschreven is, kan het op jouw manier geregeld worden. Ja, soms heb je het als met drie kinderen, zeg je nou eerst de oudste, dan de middelste, dan de jongste. Nou, zet je alle drie op rij, dat kan ook. Ja. Dat is maar net wat je wil. Ja. En je hebt ook mensen bij die zeggen, ja, maar ja, onze jongste, dat is echt totaal financieel niet de type daarvoor. Nou, dan slaan we die gewoon over. En vaak is die ook blij, dan denkt van, poeh, ik hoef het niet te doen. Dus ja, precies. Ja. Ja. Maar dan weet diegene dan van zichzelf. Dat weet hij van zichzelf, Heel veel ouders vinden het vaak moeilijk om die keuze te maken. Maar vaak is een kind heel blij als ze het niet hoeft te doen. Die denkt van, dan heb ik in ieder geval die zorg ook niet. Ja, ja, ja. Maar goed, die zou dan over de gezondheid kunnen beslissen. Ja. Ja. Nou, we hebben zo een heel wat besproken. Ja. Misschien nog voor het levenstestament, dat, die vraag krijg je ook. Kijk wat in het levenstestament eventueel ook nog kan. Ja. Dus dat je keuze aangeeft ten aanzien van het einde van het levenseinde. Dus of je dan kiest voor euthanasie of kiest voor een palliatieve sedatie of behandelverbod. Kijk, en wat altijd heel belangrijk is, dat mensen het ook realiseren. We nemen het op, we spreken het goed met de huisarts, maar we zijn en blijven altijd afhankelijk van een arts. Dus je kunt het nog zo goed vastleggen, maar op het moment dat het moment daar is en de arts zegt, ik vind het geen lijden, ik werk daar niet aan mee, dan gaat het nog steeds niet door. Ja, een stukje aanvulling daarop is iemand met dementie die bij jou komt en die nog volledig weet te vertellen wat hij wel en wat hij niet wil en dat in zijn levenstestament opneemt, maar 3 jaar later de geheugenproblemen erger zijn geworden. En ja, dan wordt het voor een dokter natuurlijk lastig om daar een beslissing over te nemen. Ja. En sowieso er zijn heel veel mensen bij die zeggen van, goh, als ik in een zorginstelling zit en ik herken mijn kinderen niet meer, ik kan niet meer normaal communiceren, dan moet het voor mij stoppen. Dat wil ik niet. Alleen ja, heel veel artsen vinden dat gewoon echt heel lastig om dan te zeggen, goed, dan passen we euthanasie toe. Ja, vaak hebben de artsen of huisartsen daar regelmatig gesprekken over met de cliënt. En ja, het kabbelt vaak verder, want diegene die heeft niet in de gaten dat hij achteruit gaat. Dus die komt in een fase van, oh nou ja, ik vind het prima zo. Ja. Ik voel me nog prettig en ik vind het nog fijn. Ja. En ja, zo gaat het eigenlijk steeds verder. Ja. En dan
telt dat al niet meer wat ze vijf jaar geleden hebben. Is dan voor een arts dan toch lastig. Ja. Terwijl van tevoren mensen daar toch wel heel duidelijk over zijn. Ja. Alleen er zijn best wel mensen die denken dan als dat vast ligt in een akte, dan heb ik de garantie dat het gebeurt. Nou, die garantie kun je daar gewoon niet voor geven. Dat bepaalt gewoon echt de arts. Ja, samen met de scanarts. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zijn er nog dingen die je nu wil... Ik denk dat nu wel zo... Ik denk dat ik met de vragen nog dat een denk aantal ik dingen... Ook. Ja. Dan gaan we even pauze houden en dan komen we straks terug voor de vragen.